RTL CGF zegt, mijn opa heeft zijn hele leven gerookt, maar op een dag zei mijn moeder tegen hem, al wil je je kleinzoon ooit nog zien afstuderen, dan moet je nu stoppen met roken. En dat deed hij ook. 4 jaar geleden is mijn opa overleden aan kanker. Ik heb mijn moeder toen gezworen dat ik nooit zou gaan roken. Maar toen ik deze video gezien, kreeg ik spontaan oogbalkanker. Had ik maar gerookt. What the fuck? What just happened? Okay. In mijn vorige video had ik haatreacties behandeld. Niet zozeer mijn eigen haatreacties, maar haatreacties van andere YouTubers. En dan ging ik raden van wie ze waren en het was fantastisch, superleuk. Mocht je de video nou nog niet hebben gezien, dan kan je hier klikken om deel 1 te checken. Het idee is namelijk als volgt. Ik heb haatreacties van YouTubers en haatreacties ga ik lezen. En dan moet ik raden van wie, welke haatreactie. Je snapt wat ik bedoel. En de vorige video was eigenlijk veel te lang, dus toen heb ik er maar voor gekozen om er 2 delen van te maken. Dit is dus deel 2, dus veel kijkplezier. Ik heb nou weer in één keer hele andere kleren aan en ik ben niet zo schoor bij dit. Oké, let's go, geniet ervan. Oké. We gaan door. Ik haat jullie. Bad spelling. Bad grammar. Very good. Jullie? Jesus. Ik heb deze spelfout nog nooit van mijn leven gezien. Nog nooit. Oké. Ik haat jullie. Dat gaat dus om meerdere. Het is een groep. Ja, het is een groep. Ik en maar... Ja, oké. Het is een groep. Laat ik het daar even eerst op houden. Welke groep in Nederland hebben we? Stuk TV, Cinemates, Bonkers, Gierige Gasten, Zeus. Dat is ongeveer hoe ver ik kom. Jullie kunnen er waarschijnlijk nog 20 bedenken, ik even niet. Ik ga voor Ponkers. Doe ik gewoon. We gaan gewoon kijken. Jongens, was deze haatcomment bedoeld voor Ponkers? Ja! Yes! Yes! Life is good. Fucking nice. Maar op zich is het ook best een prima haatcomment. Gewoon, het is ongeveer... Ik haat jullie is een beetje de blueprint haatcomment. Van yo, stel dat er een school zou zijn waarin je haatcomment zou leren, dan zou dit les 1 zijn. Van yo, oké. De basis van een haatcomment is dit en dit en dit. Bijvoorbeeld de comment, ik haat jullie. Genoeg gelul, Kelvin. Onbekend meneer zegt, what the fuck denkt deze bicht? Ja, bicht, wat denk je? Oké. Het gaat dus om een meisje. Wie is een bitch? Niemand is een bitch. Want als ik nu naam ga zeggen, dan ben ik een bitch. Bij vrouwelijke YouTubers. Komt-ie. Monika, denk je natuurlijk eraan. Niet omdat ze bitch is, maar omdat ze net ook al aan de beurt was. Oké, I fucked up. Monika heb je, je hebt Teske, je hebt Jill, je hebt Dionne, Masha. Masha is misschien wel één. Niet zozeer omdat ik denk dat ze... Jezus, ik fuck het echt op voor mezelf. Waarom heb ik dit spel bedacht? What the fuck denkt deze bitch? Elke vrouw die ik nu kies, is dus... Het is niet slim van mij. Want als ik nu een vrouw kies, dan denk ik... Oh ja, want die was de meest bitch van de 5. Dat is niet zo. Maar ik moet wel één kiezen. Fucking hell. Ik ga wel voor Masha. Masha, je weet hoe wij zijn. We zijn cool met elkaar. Maar ik moet toch iemand kiezen? En het is niet weer Monika, dat denk ik niet. We gaan het zien. Welke van de vrouwen in Nederland YouTube landschap is een bicht? Sophie. Ik had niet eens aan Sophie gedacht. Ik was haar gewoon helemaal vergeten. Waarschijnlijk had ik haar wel opgenoemd als zij erbij zat. Sophie, don't get me wrong. Maar ja... Ik baal nu om 2 redenen. En ik heb het fout. En ik heb gewoon Masha een bicht genoemd. We gaan door. Oké. Edinho Davans zegt homo sci-sci poepkanaal. Dit lijkt me een typische reactie. Dat is even een goeie. Daar moet ik even goed over nadenken. Nou, eigenlijk niet. En doe ik gewoon alsof. Ik denk namelijk meteen... Mert. Ga ik gewoon doen. Fuck it. Ik moet toch iemand zoeken? Ik moet toch iemand zeggen? Veurtje. Fuck man. Dat is gewoon niet aardig. Nou, Veurtje, je hoort het. Je hebt een saai, saai poepkanaal. Yes. Oké, nu komt er weer een gezellig lange comment. Ga er lekker voor zitten. RTL CGF zegt... Mijn opa heeft zijn hele leven gerookt. Maar op een dag zei mijn moeder tegen hem... Al wil je je kleinzoon ooit nog zien afstuderen... Dan moet je nu stoppen met roken. En dat deed hij ook. 4 jaar geleden is mijn opa overleden aan kanker. Ik heb mijn moeder toen gezworen dat ik nooit zou gaan roken. Maar toen ik deze video gezien, kreeg ik spontaan oogbalkanker. Had ik maar gerookt. What the fuck? What just happened? Oké. Jezus. Dit is kut. Kan je gewoon niet maken dit. Dit is gewoon... Er zit gewoon ook te veel tijd en moeite in deze comment. Ik ga voor Snap King. Kijk, weet je waarom? Deze persoon vindt de video dus fucking kut. Nou ja, dat kan je vinden. Is geen probleem. Ja, dat is wel jammer op zich, maar... Ik heb dus natuurlijk ook gewoon mijn voorkeuren op YouTube. Ik vind bepaalde video's fucking goed. En sommige video's minder goed. En in de categorie van video's die ik het minst kijk... En daarom ook het minste vermakelijk vind... Zijn vaak die prank dingen. Dat vind ik gewoon minder leuk. Ik probeer mezelf echt te beschermen nu. Kut. Maar ik ga gewoon... Over Snapking. Ga ik gewoon doen. Ga ik gewoon proberen. Jongens, meisjes, is het een comment bedoeld voor Snapking? Weer Sophie? Oh shit. Oh man. Oké, we gaan door. Danny Warman zegt, ik neuk je moeder gewoon kapoe. Er kunnen 2 dingen gaande zijn hier. Of, deze comment is compleet random en boeit geen fuck. Wie het is, kan iedereen zijn met een moeder. Of, er was daadwerkelijk een moeder in die video. En daar ga ik dan dus nu ook even voor. Er was een moeder in die video. Wie maakt video's met zijn moeder? Nee, dat kan niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon een compleet random YouTuber is. Ik denk dat het... Hè?
Ik vind het zo'n moeilijk spel. Ik neuk je moeder gewoon kapoe. 7 maanden geleden. Oké, okay, goed om te weten. Zo, wat een gek geluidje. Ik ga gewoon, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon even naar viet.nl. Dan ga ik gewoon kijken naar allemaal YouTubers. En dan kan ik even zien. Misschien dat ik inspiratie opdoe uit deze website. Ik ga gewoon voor Ties. Ik heb Ties nog niet gehad. Ties! Danny wil graag jouw moeder kapoe neuken. Danny Warman, komt u maar door. What the fuck? Het was gewoon een comment op ons kanaal. Het was gewoon op World of Cinemates. Waarom zou je dat in godsnaam doen? What? Ik heb... Het is 7 maanden geleden. Hadden we toen een video met onze moeders? Nou, I don't know. Maar Danny Harman, even als man tot man, kun je gewoon niet maken, man. Fuck jou. Het is gewoon niet leuk. Het is echt niet leuk. Fuck jou echt. Je bent echt slechte fuck yo vlogger, dombo. Je bent een slechte fuck yo vlogger, dombo. Vlogger Enzo. Ik ga gewoon voor Enzo. Dat ga ik gewoon doen. Want ik heb Enzo. Enzo is nog niet aan de beurt geweest. En Enzo is een vlogger. En hij is natuurlijk desdanig groot dat hij natuurlijk ook gewoon haat krijgt. Het antwoord op de Fakio Vlogger Dombo is Sophie. Why again? Waarom weer Sophie? Sophie is niet eens een vlogger. Hè? En wie gebruikt het woord dombo naar een vrouw? I don't get it. I don't understand. Jimmy Fang. Echt hoor, je bent echt een kankerkind. Nou, die zal vast niet voor Sophie zijn. Hè? Of wel dan? Stuntkabouter! Fuck! Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik snap hem ook. Stunt is gewoon een kutkind. Oh, fuck. Dit is gewoon voor... Martijn, als je dit ziet, ik vind je geen kankerkind. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen jou irritant vinden. Want je doet altijd een gans na. Snap je? Wow. Ik probeer geen beef te starten nu, hè. Geen ruzie en shit. Abonneer op zijn kanaal. Ik ga hem klappen. Abonneer op zijn kanaal. Abonneer. Oké, we zijn aangekomen bij de laatste paar. Yo, dit gaat wel lekker, man. Ik heb echt lekker veel haatcomments bekeken. Doet me goed. Doet me goed. Jammer genoeg was er wel één voor ons, maar fuck that shit. Gameverslaafd. Comment op 2 weken geleden. Op 2 weken. Jij bent zo'n kneus. Fucking hell, ja, I don't even know what the fuck it is. Ja, wat gaan we daar aan doen, jongens? Wie is een kneusje tegenwoordig? Wie is echt een kneus? I don't understand. Ik doe wel Ties. Ik doe gewoon weer Ties. Ik heb Ties nog niet aan de beurt geweest. Komt-ie, ja? 3, 2, 1. Wie, Joost? Joost, je bent een fucking kneus. Yes. Ik snap het niet. Ik snap er niks van. Ik heb zo weinig goed. Dit is zo'n moeilijk spel. MM Forever. Hij is neger. Kom op, man. Kankerbek dicht. Fucking hell, nou ja. Jongens, de kans dat deze YouTuber een donkere jongen is vrij aanwezig. Hij wordt namelijk neger genoemd. Ik vind dat geen prettige term. Maar goed, deze jongen genaamd MM Forever vond het nodig om die term te gebruiken. Ja, dan denk ik natuurlijk meteen aan Defano. Ik ga er ook gewoon op inzetten. Ik zet 1 paprika in op Defano. Defano, are you who you are to be? Wat zeg ik? Is het Defano? Zijn er nog andere donkere YouTubers in Nederland? Ongetwijfeld. Ik kan ze even niet bedenken. Ja! Ja! Fuck yeah, man. It's good. Oh, fuck. Ik ga de hele tijd rode shit hier, of niet? Ja, fuck. Ik kom net achter dat ik de hele tijd al hier een rode vlek heb van paprika. Of dat is net gebeurd. Kan ook. In ieder geval, ik had het goed. Fuck jullie allemaal. Senna Dominicus. Fucking val dood en daarvoor krijg ads. En heb elke ziekte. Ik keek deze video en dacht, wat is hij? Kanker slecht. Kanker mogol. Hè, kanker homo en hoer. Mijn analyse gaat als volgt. Ik denk dat dit een video was met een jongen. Stuk paprika aan mijn keel. Met een jongen en een meisje. Wie maken video's met jongens en met meisjes? Snapking. Ja, dat is gewoon zo. Want die doet een pranks uithalen op zijn vriendin. Wie doet nog meer? Ja, nee, dat was... Mert en Teske doen het. Jill en Milan doen het. Oké, okay, ik ga... Nou, dat was 5 maanden geleden. What the fuck? Ik ga hem gewoon inzetten op Snapking. Doe ik gewoon weer. Tim, als je kijkt, spijt me echt. Maar het is niks persoonlijks, dat weet je toch? Nou, we gaan gewoon kijken. Was het een haatcomment op Snapking? Of was het compleet iemand anders? Het was op Nathan? Is het? Why? Waarom, man? En ook gewoon kankerhoer. Hij heeft nooit een meisje in zijn video. I don't get it. Het is echt een hele onaardige comment. Ik vind het echt niet leuk dat iemand dit doet. Vigo Vianen. Jezus, wat een kut Turk met lelijke teringkop en dat accent. Dan jeetje, hey man, ik hou ervan. Wat? Dit is een combinatie van een haatcomment en een liefdescomment door elkaar. Ik denk dat dit gaat om Mert. Want weet je waarom? Mert is Turks. Klaar. Kun je wel doen alsof het niet zo is, maar zo is het gewoon. Ik ga gewoon meteen naar het antwoord kijken. Jongens, wat is het antwoord op deze kut Turk comment? Komt ie? Mert! Yes! Yeah! I did it. I'm gonna enjoy this. I'm gonna lick it. Dat was het. Ja, ik heb het gewoon goed. Mert, ik ben niet blij voor je dat iemand je kut Turk noemt, maar ik ben wel blij dat ik het goed had. Oké, lekker. Lekker, Kelvin. Je gaat goed. Je bent goed onderweg. Max Cornelie. Wat een sukkel. Nou ja, dat gaat natuurlijk overduidelijk over Eenhoorn Joost. Bam 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 bam. Ah!
gewoon niet leuk. Dit is gewoon... Fuck. Fuck. Fucking hell. Oké, nou ja. Jongens, ik even bedaren, even kalm. Iemand heeft mij zojuist een sukkel genoemd. En kijk naar mijn hoofd. Het doet niks met me. Ja, boeit me geen reet. Max Cornielje, wat een sukkel. 10 maanden geleden. Ik bedank je voor die comment. Ik zou willen zeggen dat jij ook een sukkel bent, maar ik ken je niet. Dus dat zou dan een beetje raar zijn als ik je ook een sukkel zou zijn. Jouw vriendin heeft echt een kutstem. Eline Post zei dat 11 maanden geleden met 105 duimpjes omhoog. Nou ja, jongens. Ja, ik weet het altijd hier gewoon om. Dit is gewoon, dit gaat over... Dit... Ik doe even een bril op, zodat je mijn tranen niet ziet. Deze comment ging daadwerkelijk over mij. Een keer, die ene keer dat ik een video heb gemaakt met Nina. Dat denk ik. Kan ook over iemand anders gaan, maar dat gevoel heb ik nu. En als het zo is, doet het niks met me. Het antwoord is... Kelvin, ja. Nou, kijk, weet je wat het is, jongens? Met haat kun je 2 dingen doen. Of je laat het je opvreten, of het boeit je geen reet. En dat laatste is het geval bij mij. Klinkt dat fucking desperate nu. Maar het is echt zo. Kijk, het zou raar zijn als ik de persoon waar ik verliefd op ben... zou kiezen op basis van het geluid van haar stem. Dat zou raar zijn. Zo van, ik wil heel graag verkering met je. Leuk dat je het me vraagt. Je hebt eigenlijk alles, je bent perfect. Alleen je stem. Doei. Dus als je het een kutstem vond, nou ja, sorry. Maar ik hou van haar. Maar fuck die shit. Jongens, jullie zitten vol met haatcomments. Nou, laat ze vervolg gewoon even lekker thuis. Want het is onnodig. Het is gewoon niet nodig. Nee. Abonneer op mijn kanaal. Geef een duimpje omhoog op deze video. Als je hem tof vond, bij de 10.000 likes ga ik 10.000 paprika's eten. Zo simpel is dat. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat wordt fantastisch. Ik hou van jullie. Doei! Naar de camera, poesies. Oké, deze is iets minder kut. Want dit zijn lefgozertjes, denk ik. Dit zijn prankers. Dat is mijn initiële gevoel, zegt dat het prankers zijn. Nou, dan ga ik daar ook maar voor. Dat doe ik dan gewoon. Dus het zijn, wat mij betreft, zijn prankers. Hallo mensen in de rondvaartboot. I'm talking to a camera. That's what I do for a living. You probably think I'm stupid. Het is sowieso een pranker. Dat denk ik echt oprecht. Uit het diepste van mijn hart.